Hallo, dit is Gabi. Dit keer niet live vanuit Oostenrijk, maar vanuit Zuid-Tirol, de overgangsprovincie tussen Oostenrijk en Italië. Ik ben op tour op de tweede etappe van de Alpenoversteek van Bolzano naar Trento en ik laat jullie zien wat ik onderweg zoal tegenkom. We zijn op deze derde dag vertrokken uit Truden of Trodena. Een mooie wandeling door het bos. We gaan richting het Sissatel en daarna richting de Hoornalm, waar we pauze maken. En als het goed is, als al iedereen mee wil, kunnen we dan ook nog de Trudende Hoorn beklimmen. Een mooie kleine bergspit waar we hopelijk van een mooi uitzicht kunnen genieten. Nee, dat kan wel niet. Dat is tegen de zon, dat kan ik gar niet doen. Inmiddels zijn we aangekomen in Gevril en daarmee is de helft van de tocht voorbij. Gevril is echt een mini plaatsje bij het Sembratal en Etstal. En het bestaat eigenlijk uit 4 of 5 huizen en dit kastel of het Vichtenhof. Deze staat ook in de gourmetgids van deze regio. De eigenaresse en kokkin Ingrid die kookt hier elke avond vers met biologische kruiden, biologisch vlees. Grotendeels uit eigen tuin en omgeving. Dus ja, we gaan kijken wat ze vandaag voor ons op tafel tovert. Ochtendwandeling door het Salurnenwoud. Zicht op het Sembratal. Een kleine onderbreking van deze vlog. Als je deze vlog nou leuk vindt en je hebt sommige andere ook al bekeken die ik online heb gezet, druk dan op de like button en volg mijn YouTube channel zodat je altijd up-to-date blijft van de nieuwe vlogs die ik voor jullie post. Alvast bedankt! Lago di Santo, het heilige meer. Goedemorgen vanuit het Sembratal. We zijn vertrokken voor de vijfde dag van deze tour. Vandaag staan onder andere de aardpyramide van Secondano op het programma. Dan lopen we via Quares, La Centrale en Passo Redebus naar het volgende dal, waar we zullen slapen in een klein hotelletje. Het Sembratal is het dal van de kunstenaars en wijn. En het is hier geweldig mooi. Die Ringelnappe? Die ist zu groß lang. Hier. Ja, ja. Ja? Ja, die sind so. Kleiner, ja. We zijn vertrokken uit La Centrale. Normaal gesproken lopen we dan gedeeld over de weg richting Passo Redebus. Maar omdat de groepen erg goed zijn en ze graag een beetje meer uitdaging wilden, hebben we de route wat omgelegd. En zijn we via de berghut Malca Stramaioli gelopen, waar we bijna zo aankomen. Het is een geweldig mooie omgeving. Echt een aanrader om mee te pakken als je hier in de buurt bent.
heb hier nog keine gezien. Nee? Nee. Het is ja, klaar, murmeltiergelände, maar...